Ik heb geknoeid met koffie. Ik heb een koffievlek op de kappa gemaakt. Hier komt een tafeltje te staan. Dat zet ik hier ook even bij. Hans, raadzaal, rectoren, broodjes. Stadhuis, om 1 uur wordt deze lopen gelegd. En het gaat om 100, maximaal 110 hoogleraren. Jullie hebben allemaal spullen gekregen met draaiboeken, tijdschema's, noem maar op. Schrik straks niet, want het zijn flinke rijen hoor. Het bureau van de Pedel en Pedel, wij ondersteunen het zowel voor als aan de achterkant administratief. Ik heb streepjes voor op het podium. Maar ze moeten staan. Wij zorgen voor de placering, wij zorgen voor de organisatie. We maken allemaal tijdschema's, protocollen zoals dat zo mooi heet. Elian is van de relaties. Ik ben van de relaties. Ik nee. Niet zo. Daar. Nee. En dan kom jij naar voren met de bloed. Universiteit zonder Pedel is geen universiteit, zeggen ze. En daar zit wel wat in. Er moet iemand zijn die de stoet op sleeptouw neemt, zeg maar. En die ook de mores van al die plechtigheden in de gaten houdt. De toga en de dracht van de toga, dat is een essentieel onderdeel daarvan. In toga werd mij ook die staf overhandigd door mijn voorganger. En dat is inmiddels alweer 15 jaar geleden. En in het cortège lopen, ja, dat is mijn pakkie aan. Ik moet dat min of meer bewaken en zorgen dat dat volgens de regels van het spel gebeurt. Bij de generalen moet iets fout gaan, zodat het morgen alles goed gaat. Dat is een ijzeren wet. Jij bent rector. Jij bent eredokter. In the name of the Lord, with the power entrusted by Lord, as proof thereof, in the rector magnificus, and I will drape you with the kappa, which is the symbol of the honorary doctorate awarded to you. De rector en de pedel, staat hier nog even, hè? Met bul en kappa gaan naar de eredokter. Is die koffie nog goed? Weet je, ik vind het verschrikkelijk leuk en plezierig om het mensen naar de zin te maken. En als de gasten van die mensen waar het om gaat, als die zich ook op hun gemak voelen en welkom voelen hier, dan ben ik heel erg tevreden. Het is heel dankbaar werk. Dat is wat wij doen. Is toch leuk?